Welkom terug bij Project Cars. We gaan verder met de Career Mode. En we zijn aanbeland bij de Ruapuna Trans-Am Challenge. Ja, dat is natuurlijk weer een hele mond vol. Maar we gaan dit doen. Ik ga de AI difficulty op 65 zetten. We gaan natuurlijk meteen naar de kwalificatie. Die duurt 10 minuutjes. Dus gewoon een rondje neerzetten. De race is best wel lang. 15 rondjes. Het is niet het langste circuit in de wereld. Dus dat scheelt wel. Maar toch 15 rondjes. Dat is best wel wat. Ik denk dat het in ieder geval een race van zo'n 20 minuten bijna is. Dus ja. Het is een one-off challenge. Dus dit is gewoon de race en voor de rest is er niks van dit kampioenschap. Dus het zou natuurlijk leuk zijn als we dat kunnen winnen, maar als het niet lukt, weet je, ben ik meestal niet zo heel erg bothered. Bothered. Waarom heeft iedereen een Ford Mustang Cobra en ik een Audi 90 Quattro? Wauw, echt twee mensen hebben een Audi. Wat is dit? Dit is weird. Oh man, dit is wel een nice ding. I do like the look of this. Turbo. Whoa, okay. Oh mijn god. Oké. Ik dacht nog, deze auto rijdt best wel lekker. En toen werd ineens dat. Hebben we hier al eerder een lange race gedaan? Dat was een hele aparte race. Was in de oude Le Mans auto's, volgens mij. Oh man. We hebben ook een race gedaan met de nieuwe Le Mans auto's. Met alleen maar Audi's. Dat was ook wel grappig. Ging het de vorige ronde dus al fout. Je moet gewoon een beetje rustig op je gas gaan en dan. Oh man. Maar ik heb vooral problemen bij het aanremmen. De auto toch heel erg onrustig wordt. Het is niet het wijdste circuit in de wereld. Het is best wel tight. Alright, we hebben in ieder geval een tijd gezet, de 12e tot nu toe. Inhalen gaat hier heel erg moeilijk zijn, dat weet ik wel. Cheeky. Right. De
Oh, eerste tijd. Oké. Dat is niet onaardig. En dan gebeurt dit weer. Oh god. Oké, ik ga nog één rondje neerzetten na deze dus, want dit rondje telt niet. Ik ben echt benieuwd hoe vaak in de race ik ga crashen. Ik heb wel het idee dat ik wat moet doen met de brake pressure. Want elke keer als ik aanrem, dan vliegt mijn auto alle kanten op. Lijkt me niet het doel van remmen. Hier weer exact hetzelfde. Nou ja. Maar volgens mij breekt de achterkant uit, dus dat zou denk ik betekenen dat ik de remmen iets meer naar voren moet doen. Het is nog bijna mijn snelste ronde ook dit. Oké, laatste ronde. Hopelijk kom ik een keer door deze bocht. Het lukt wel, maar je moet echt heel rustig remmen. We staan inmiddels derde met onze kwalificatietijd. Als het goed is, is deze wel sneller. Best een leuk circuit. Ja, deze is sowieso sneller. Veel sneller. 56 seconden. Alright, dan kunnen we skip to end session doen. We zijn de dik eerste geworden. Maar neem maar van mij aan, die race gaat lastig genoeg worden met al die crashes. Dus ik hou de AI difficulty gewoon hetzelfde. Wat een lage tire pressure trouwens. Brake pressure. Zullen we het op 60 zetten? Dit is een beetje eng. Ik ga het gewoon doen. Oké. 15 rondjes, het gaat waarschijnlijk weer een keer regenen ofzo. Oké, ik denk dat ik niet goed werkt. Dat hield het niet lang vol.
Oké. Oeh, kijk ze vechten daar. Ik heb het idee dat ik iets meer onderstuur heb, maar dat de auto wel iets rustiger is. Dat gezegd hebbende, misschien ook niet. Ja, dus de race duurt ongeveer 15 minuten. Ik weet niet of er ook pitstops zijn. Maar ik voel het ook al gewoon weer aankomen dat het gaat regenen. Maar rijden deze auto's überhaupt wel als het gaat regenen in het echt? Is het net zoals NASCAR? Of IndyCar? Ik weet niet meer. Rijdt NASCAR door als het regent? Oké, er staat in ieder geval een weather forecast staat fog, wat natuurlijk aanduidt dat er ooit een keer regen aan zit te komen in dit spel. Okay, gewoon rustig remmen, geen druk. There we go. 56,9. Kijk, dat is een kwalificatietijd. Oké, het gaat wat makkelijker dan ik had verwacht. Tot nu toe. In een 50-6, ook niet verkeerd. Nou, het gaat eigenlijk best goed. We zitten op een derde van de race. Kijk, het begint nu een beetje foggy te worden.
kijken naar de weather forecast. Oké, okay, nog steeds fog. That's fine. Maar het gaat regenen. Ik voel het gewoon. Ik voel het aan mijn wateren. Rustig. Ik neem aan dat er geen normale, reguliere pitstop in zit, aangezien de banden niet heel erg zeg maar opgaan. Dat is een beetje laat geremd. It's okay. Oh man. Dit gebeurt zo vaak. Het is niet eens al heel erg. Nou, het is natuurlijk ook niet goed voor de banden. Oeh, ik miste daar het breakpoint compleet. De volk is trouwens nu wel duidelijk te zien. Oh wow. Het is dat we zo'n grote voorsprong hebben. Drie seconden, 4 seconden langzamer dit rondje. Ik zou niet weten waarom. Ik raakte het gras. Ah, oh damn. Ik was op de minimap aan het kijken. Ze komen nu wel akelig dichtbij. Mijn concentratie is nu al ver te zoeken. Laten we even naar de weather forecast kijken. Oh, there we go. Thunderstorm. Of course. Of course. Dan gaat hij natuurlijk gewoon doorrijden, want hij is een baas, die man achter me. En dan word ik tweede, misschien. Dan gaat vlak voor de pitstraat natuurlijk, gaat het regenen. Oké, okay, dat valt mee. Het is een hele lastige pitingang hier. Ik mis hem altijd. Dat zit midden in die bocht, zeg maar. Tot nu toe zie ik geen druppeltjes. Oeh.
There we go. Okay. Nog. Vijf rondjes. Ik zie nog geen regen. Er zijn al mensen in de pit, wat ik echt super bijzonder vind. Want het regelt nog niet eens. Volgens mij regelt het nu. Ja. Oké, okay, we gaan naar... Oh shit, ja. Nee. Ik snap het alweer. Uh-oh. Nu zijn we screwed. Oh man. Ik dacht, nu ga ik de pits in. Reken precies voorbij. Het zou me ook niet verbaasd als ik dit rondje ook weer voorbij rijd. Kijk, ik rijd gewoon heel rustig. Kijk, ik zou goed moeten zitten nu. En... Tegen de muur, maakt niet uit. Oeh. Oh man. Oké, okay. We hoeven niet te refuelen. We hebben echt meer dan genoeg fuel. Natuurlijk de wet. There we go. Oké, okay, misschien een paar seconden verloren, maar ik denk dat we nog wel eerste liggen. Nog drie rondjes op de wet. Oh, let me go. Oké. Okay. Hij komt eraan. 8 seconden, 7 seconden, 6 seconden. Nee, we blijven hem voor. Requesting flyby. Oké. Okay. Achievement. We hebben een kleine voorsprong. 2 seconden. Ja, netjes. Netjes, netjes. Niet remmen op het gras. No. Oké, we hebben deze. Sorry.
Oké, laatste rondje. Oeh. Toch wel een lange race. Gaan we weer. Ik zag hetzelfde. Oké, nog twee bochtjes. Oeh, thunderstorm. Beetje wijd. Maar we pakken hem. En nu zijn we wel eerste. Vorige race misschien niet, maar nu wel. 100%. 15 minuten en 44 seconden. Opvallend genoeg, de twee Audi's worden 1 en 2. Dat is wel, dat is wel een beetje apart. Toch duidelijk de betere auto. Ja, dus ik heb ook het kampioenschap gewonnen. Dat lijkt me duidelijk. Alright. De Ruapuna Trans Am Challenge. En dan, wat gaan we in de volgende aflevering doen? Want we naderen toch wel echt het einde van dit seizoen. En dat mag ook wel eens, want volgens mij is dit echt aflevering 40 of zo van dit seizoen. Het is ongelooflijk. Ik begin nu trouwens de hik te krijgen, altijd handig. Oh ja, deze McLaren F1 Trackmasters. 3 uur. Ik ga zeker geen 3 uur doen. Ik maak er waarschijnlijk een half uur van. Dus nog steeds. Dat is nog steeds best wel lang. Maar in ieder geval korter dan 3 uur. Dus voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.